zijn hier in het witgesneeuwde Mil. En we zijn vandaag bij de chocomelactie die de boeren uit de buurt georganiseerd hebben voor hun oudere mede-dorpsgenoten. En we zijn hier met de tractor vandaag naartoe gekomen. Het is de tractor van Frans van Diepenbeek uit Langeboom. Hoi Frans. Hoi, Frans is druk bezig met de chocomellen inschenken. En zo brengt Hans Vermeulen hem lekker warm naar binnen. En dan kunnen mensen kiezen met of zonder slagroom. En dit is een actie die we nu al een paar jaar doen. Vanwege de corona is het allemaal moeilijk geweest. Dus het 150-jarig bestaan van Campina hebben ze aangegrepen om iedereen te trakteren op een lekker bekertje warme chocomel. Nou, we hebben gewoon een doos gekregen met chocomel. En hebben we een gasstelletje op onze platte wagen gemonteerd. In Frans gedaan. Haha. Ja. En het werkt prima. En ze zeggen met dit wit gesneeuwde weer... Nog wat meer bekers. En zo net voor de kerstdagen maken we er een gezellige ochtend van voor de bewoners en de vrijwilligers en de medewerkers hier in Mil. Goedemorgen, heeft u ook al een glaasje gehad? Ik heb al een glaasje gehad. Ja, was lekker. Heerlijk. Mooi, ja. Nou, en voor de mensen mooi. Ja? Ontzettend mooi voor de mensen, ja, fijn. Leuk initiatief. Ja, nou. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dat er ook aan de mensen gedacht wordt zo. Ja. Fijn. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag.